Welkom hier. Welkom hier. En normaal zegt Hans dat, dus dan moet ik eraan toevoegen in de mooiste stad van dit land. Ja. Groot gevecht gehad over wie dit mocht openen, maar als ik dit zei, dan was Hans genegen om zijn plekje even af te staan. Welkom allemaal hier op de, je zou bijna kunnen zeggen, traditionele politieke ledenraad na Prinsjesdag. De politieke ledenraad waarin we met elkaar de begroting doornemen en alle plannen voor de komende periode. Het is een beetje zoals een bedrijfsleider met zijn mensen de laatste cijfers bekijkt. En u weet, dan ben ik in mijn element. Maar alle gekheid op een stokje. Dit was voor het eerst, zeg ik er met een zekere verzuchting bij, in deze kabinetsperiode een begroting waarbij de mondhoeken een beetje omhoog konden. Na 3 jaar ploeteren vanuit een diepe recessie bereikten we nu de situatie waarin er weer wat mogelijk lijkt. Ik heb het eerder omschreven als die kuil waar je samen uitgeklommen bent. 3 jaar geleden troffen Partij van de Arbeid en VVD elkaar, en overigens ook de rest van Nederland, op die bodem van die recessie. Op dat moment, en we herinneren het ons nog goed, want het dreunt tot op de dag van vandaag na, steeg de werkeloosheid harder dan we in vele tientallen jaren hadden gezien. Op dat moment zat de huizenmarkt volledig in het slop en zaten heel veel mensen met een koophuis ver onder water met hun hypotheek. Op dat moment zagen we ook dat de arbeidsmarkt muurvast zat. Geen vaste contracten meer, alleen nog maar, en veel te weinig, kleine baantjes erbij. Nederland zat vast. En dan kun je elkaar een hele tijd blijven aankijken, maar je kunt ook doen wat nodig is op zo'n moment. Elkaar omhoog helpen. Een beetje zoals je dat, althans, ik deed het vroeger veel, met vriendjes deed als je in iets te overmoedige toestand in een te diepe greppel was gesprongen. Hoe kom je er dan uit? Nou, de een zet zijn rug tegen de muur, zijn handen erbij, de ander zet zijn voet erop, op je schouder, en vervolgens til je elkaar uit die kuil. Je krijgt er vieze handen van, pijnlijke vingers, zere schouders, maar je bent wel boven. Als je elkaar een beetje wilt helpen. En na 3 jaar kunnen we nu constateren dat we zo'n beetje bij de rand van de kuil zijn. We kunnen eroverheen kijken en weer eens een beetje de wereld bezien. Dat betekent overigens ook dat een groot deel nog in die kuil zit. Een heel groot deel van Nederland merkt nog weinig, te weinig van het herstel. Die 600.000 mensen die nog langs de kant staan. Die graag willen werken, maar waarvoor het nog geen baan is. De mensen die de afgelopen jaren veel koopkracht hebben ingeleverd. En nu weliswaar een klein plusje terugzien. Maar dat maakt natuurlijk niet in één keer goed wat er in 5 jaar is afgegaan. Mensen die in een koophuis zitten en weliswaar de huizenprijs wel zien stijgen, maar nog steeds een hypotheek hebben die vele malen meer waard is dan de waarde van hun huis op dit moment. Nederland heeft nog best een lange weg te gaan. En wij zijn de partij die de komende 1,5 jaar, samen met die VVD, met wie we menig ruzie hebben uitgevochten de afgelopen tijd, maar bij wie we ook met elkaar, op elkaars vingers staande, op elkaars schouders staande, Nederland weer omhoog hebben geholpen. De komende 1,5 jaar zullen wij nog gaan besteden om ook de rest van Nederland te laten merken dat het beter gaat. Dat is de opdracht van de Partij van de Arbeid en die opdracht zullen wij volbrengen. Maar we hebben het afgelopen jaren natuurlijk niet alleen maar omhoog geklommen. We zijn niet alleen maar technocraten. Nou ja, eentje dan wel natuurlijk, maar dat is dan onze supertechnocraat. En ik kan je vertellen, zonder die man waren we er niet gekomen. Dus beschouw het als een geuzennaam. Uiteindelijk hebben we ook de eerste stappen moeten zetten en gezet op weg naar dat ideaal. Want voor ons geldt dat alleen omhoog komen natuurlijk niet de opdracht is. Wij willen uiteindelijk naar die stip op de horizon, links op de horizon. Daar willen we naartoe. Maar als je dat wil, dan moet je wel de eerste stappen, de voorbereidende werk kunnen verrichten. Als je bijvoorbeeld naar een arbeidsmarkt wilt, waarbij van werk naar werk gaan normaal wordt, zonder dat de ontslagbescherming verder wordt afgebroken, zonder dat flexwerk de norm wordt, maar gewoon met vaste contracten,
Doordat werkgevers in een regio of in een bepaalde sector veel meer in werknemers investeren. Veel meer met elkaar samenwerken. Zodat als banen verloren gaan, en in de realiteit van een snel veranderende wereld, zullen banen telkens opnieuw verloren gaan en er weer nieuwe banen bij komen. Zodat die overgang soepel kan. Zonder het trauma van ontslag, zonder het trauma van thuiszitten, vruchteloos op zoek naar nieuw werk. Als je zo'n stip op de horizon zet, dan kun je daar alleen maar komen als je in eerste instantie er weer voor zorgt dat de polder die Nederland groot gemaakt heeft, Nederland droog gemaakt heeft en ervoor gezorgd heeft dat we die sociale arbeidsvoorwaarden met elkaar hebben afgesproken, dat die polder weer wordt hersteld. En ook dat leek 3 jaar geleden een groot probleem. Maar dankzij Lodewijk Asscher, dankzij onze inspanningen, dankzij de FNV en andere vakbonden en ook met medewerking van de werkgevers is dat sociaal akkoord erin gekomen. Hebben we de polder weer hersteld en hebben we de eerste afspraken kunnen maken voor de aanpak van schijnconstructies, voor de wet werk en zekerheid, waarmee we die stip op de horizon straks kunnen bereiken. Dat voorbereidende werk is nu gedaan, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren. En hetzelfde geldt voor de zorg. Als je uiteindelijk kijkt naar de horizon, die stip links daar op die horizon, waar wij naartoe willen met de zorg, niet meer vanuit grote bureaucratieën bepalen wat iemand nodig heeft, maar het gesprek thuis laten bepalen hoe de zorg er straks uit komt te zien bij mensen. Professionals hun baan en ons vertrouwen weer teruggeven. Zorgen voor een betaalbare zorg ook in de toekomst. Want realiseren we ons wel, de zorg die betalen we echt allemaal samen. En als we ervoor willen zorgen dat dat ook in de toekomst nog mogelijk is, ja, dan moet je ook letten op de kosten die daarmee gemoeid zijn. Als je die stip op de horizon wilt bereiken, dan moet je wel de eerste stappen zetten nu. En dat hebben we gedaan. Door in de wijkverpleging een ander systeem te gaan hanteren. Veel meer vertrouwen aan de wijkverplegers zelf. Veel meer het gesprek in huis. Weg met het indicatieorgaan waarvan achter een bureau werd bepaald wat iemand nodig heeft. En ja, we hebben ook stappen gezet waarbij keuzes duidelijk werden. Minder in de huishoudelijke hulp, meer in de echte zorg voor mensen. Want als je keuzes wil maken voor een zorg die ook in de toekomst voor onze kinderen nog bereikbaar is, dan moet je kiezen voor de zorg die echt nodig is. En met mensen het gesprek aan durven gaan over wat je zelf met elkaar in je eigen omgeving nog kunt organiseren. Niet makkelijk. En alle lokale bestuurders weten hoe ingewikkeld het is. Maar als ik nu langzaam maar zeker de resultaten uit veel van de gemeentes terughoor waar wij in het bestuur zitten, dan zie ik dat het de goede kant op gaat. Dat mensen tevredener zijn met de zorg zoals die wordt geboden. En dat de fouten die we hebben gemaakt, want die hebben we gemaakt, stap voor stap worden hersteld. Ook dat is de weg naar de toekomst als je kijkt naar de zorg. En nog een derde voorbeeld. Als je wil toegroeien naar een duurzame economie, waarin er voor iedereen een baan is, dan moet je wel zorgen dat de fout van de afgelopen jaren, waarbij we elke keer ons energiebeleid wisselden van links en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, waardoor investeerders totaal geen zekerheid meer hadden en we hopeloos achteraan hobbelen in Europa als het gaat om duurzame energie, dan moet je dat weten te herstellen. Daarom kwam dat energieakkoord er. Een energieakkoord dat vaak is bekritiseerd omdat het niet ambitieus genoeg is. Ik ben de eerste om aan te geven dat er nog veel meer ambitie bij kan. Maar het was wel een basis onder de toekomst, waardoor we nu weer kunnen gaan bouwen. Als je een duurzame economie wil, moet je ook durven investeren. En dat lijkt in tijden waarin het geld op is natuurlijk een onmogelijke opgave, maar dat is het niet. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om geld aan te boren, niet zozeer uit de staatskas, want die was op, maar uit de samenleving zelf. Investeren mogelijk maken, investeren fiscaal aantrekkelijker maken. Dat soort initiatieven zijn mondjesmaat begonnen en krijgen nu een nieuwe impuls. En zo kunnen we ons naar de toekomst investeren. Dat is onze stip op de horizon. En als we daar naartoe willen werken, moeten we stap voor stap, wat we de afgelopen 3 jaar hebben gedaan, voortzetten in de komende jaren. Ik weet niet hoe snel het zal gaan. Ik weet niet hoeveel fouten we nog zullen maken. Maar ik weet 1 ding zeker. Deze partij is vastbesloten en vastberaden om stap voor stap naar dat punt links op de horizon te bewegen. Samen gaan wij vooruit.
En die toekomst die maken we hier niet of met een paar mensen achter een klein tafeltje. Die toekomst die beschrijven we hier met z'n allen. Als partij, als politieke beweging. Daarom ben ik zo blij met de discussies die straks gaan plaatsvinden in de groepen die gaan over goed werk, eerlijk werk, maar ook over meer werk in een duurzame economie, over die zorg van de toekomst, over meer zeggenschap, over het basisinkomen. Allemaal onderwerpen die ergens op die stip op de horizon thuis horen. En waar jullie, wij, met z'n allen aan gaan werken. Dank aan Marco en de mensen van de WBS voor de goede voorbereiding daarvan. En ik hoop echt op een prachtige discussie en mooie uitkomsten die ons ook weer verder kunnen helpen als fractie in ons werk in de komende jaren. Maar mensen, ik wil aan het begin van deze politieke ledenraad ook nog één ander onderwerp met u bespreken. Het onderwerp wat als een donkere wolk over de algemene politieke beschouwingen en eigenlijk over de gehele samenleving op dit moment hangt. Die enorme vluchtelingenstroom die nu naar en inmiddels door Europa trekt. Met beelden die wij nooit in Europa hadden willen zien en waarvan we eigenlijk nooit gedacht hadden dat we ze ooit nog zouden zien in Europa. Maar die er wel zijn. Iedere dag opnieuw. Mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Op anderhalf uur vliegen van hier. Mensen worden op stations als dieren uit elkaar geslagen. Op een uur vliegen vanaf hier. Landen duwen stromen met vluchtelingen naar elkaar toe. Stoppen ze in bussen, rijden ze naar de grens en gooien ze ze dan eruit. Op anderhalf uur vliegen van hier. Het zijn traferelen die sociaaldemocraten door merg en been gaan. Maar niet alleen dat. Want bij merg en been kunnen we het niet laten. Wij zijn een partij, we zijn een beweging, we zijn een Europese beweging. En wij zijn mede verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Zo voel ik het. En ik hoop dat jullie dat allemaal zo voelen. En daarom moeten we ook af van die schijndiscussie die de afgelopen weken ook in de politiek domineerde. De schijndiscussie tussen degene zonder hart, die alleen maar zeggen hou ze buiten, muren dicht, grenzen dicht, en degene zonder hoofd. Die zeggen nou laat ze allemaal maar binnen, we zijn toch mensen onder elkaar. Een schijndiscussie die alleen maar kan eindigen in polarisatie en onmacht. Want in werkelijkheid is er niet één groep mensen zonder hart en één groep mensen zonder hoofd. In werkelijkheid hebben wij allemaal een hart en een hoofd. En zijn wij allemaal geraakt en gegrepen door de beelden die tot ons komen, iedere dag opnieuw. En voelen we de barmhartigheid en de noodzaak om mensen te helpen die in nood zijn. En hebben we ook allemaal een hoofd. En weten we dat ongebreidelde stroom vluchtelingen niet eindeloos onderdak kan worden geboden. En vragen we ons af, als het zoveel zijn, hebben we dan voor iedereen straks een huis? Hebben we straks voor iedereen dan een baan? Wij zijn de partij die een schijndiscussie uit de weg kan gaan, die hart en hoofd kan combineren en die ervoor kan zorgen dat Europa een barmhartig continent is waar wij mensen opvangen, maar waarbij we ook werken aan een structurele oplossing. Om ervoor te zorgen dat die vluchtelingenstroom uiteindelijk kleiner wordt. En wat daarvoor nodig is, mensen, is in de komende week eindelijk het besef bij de Europese leiders dat het nu menens is. We zitten op een cruciaal moment in de Europese geschiedenis. Vanochtend duwde Kroatië 3 treinen, 15.000 mensen over de grens van Hongarije. Met politieagenten die in eerste instantie werden gearresteerd door de Hongaren. 2 EU-landen die met elkaar in de clinch liggen over een stroom met mensen. En dat houdt niet op. Dat wordt meer. Als de Europese leiders de komende dinsdag en de komende woensdag niet eindelijk eens een keer hun onderlinge verschillen weten te overbruggen en tot een gezamenlijke oplossing komen. Dat is wat op dit moment het hardste nodig is. En dat betekent dus dat we afspraken met elkaar moeten gaan maken over de opname van hoeveelheden mensen. Zodat we niet met treinen heen en weer gaan rijden.
Dat betekent dat we afspraken met elkaar moeten gaan maken over het registreren en het opvangen van mensen die in Zuid-Europa meestal Europa binnenkomen. En dat betekent dat we afspraken moeten maken om streng te kijken naar wie er hier het continent bereikt, wie hier mag blijven en wie niet. Want ook dat hoort bij een rechtvaardig asielbeleid. En het betekent dat Europa, wat mij betreft vandaag, anders morgen of overmorgen, de enorme tekorten die nu heersen in de regio rond Syrië, waar geen voedsel meer is, waar te weinig water is, waar de kampen inmiddels verlaten worden door mensen omdat ze er niet meer kunnen leven, dat we aan die situatie onmiddellijk een eind maken. En wat mij betreft loopt Nederland daarbij voorop. Ik zie jou zitten, Lilianne Ploemen, de minister die er al afgelopen weken voor zorgde dat Nederland meer dan het fair share, zoals het heet, meer dan haar deel beloofde te nemen in het oplossen van de problemen in de regio. En dan hoop ik dat we de komende dagen ook gewoon daadwerkelijk dat geld kunnen gaan overmaken om ervoor te zorgen dat er daar acuut, want de situatie is acuut, weer voedsel gekocht kan worden, kampen opgezet kunnen worden, zodat mensen daar in ieder geval weer kunnen gaan leven. Dat is nu belangrijk. Maar ook lokaal. Ook lokaal worstelen we inmiddels met het vraagstuk. In heel veel gemeenten denkt men na over noodopvang. En dat is prachtig. Dat hoort bij een solidair en barmhartig land. Maar solidariteit is pas echt solidariteit als die ook de test kan doorstaan. En dat betekent dat wij als partij geen wegkijkers zijn. Geen bangmakers, maar zorgen dat het probleem wordt opgelost. Ik moedig iedereen die op lokaal niveau actief is, gemeenteraadsleden, bestuurders, maar ook leden van de Partij van de Arbeid, ga naar die inspraakavonden toe. Niet om over de hoofden van mensen politiek te bedrijven, zoals sommige van mijn collega's uit de Tweede Kamer dat deden, maar om met de mensen te praten over de komst van een opvang waar 200, soms 3, soms 400 mensen uit een andere cultuur in één keer naast je dorp komen wonen. Dat is voor heel veel mensen, voor ons allemaal, een ervaring die je niet zomaar even lichtvoetig opneemt. Wij zijn de partij die dat snappen. Wij zijn de partij die zeggen, ja, barmhartigheid en solidariteit hoort, maar we houden ook rekening met de bewoners in dorpen en steden. Over de locatiekeuze, over de samenstelling, over de timing. Dat kunnen Partij van de Arbeid als geen ander. Als ik zie wat onze bestuurders op dit moment doen, niet makkelijk bij de bezwaren weglopen, niet makkelijk een asielzoekerscentrum wegduwen om ervoor te zorgen dat zij in ieder geval dat probleem niet hebben. Nee, het probleem aanpakken en oplossen. Dan ben ik heel trots op onze partij. Dames en heren, ik ben ervan overtuigd dat we over een aantal maanden zullen tegen elkaar zullen zeggen dat we een antwoord hebben gevonden op dit vraagstuk. Dat is nooit een definitief antwoord. Maar in ieder geval een antwoord waardoor de taferelen die we nu zien ons bespaard blijven. En vooral hen bespaard blijven. Maar dat kan dus alleen maar als we in de komende maanden als partij laten zien wat we waard zijn. Ook ik zal de komende dagen proberen om mijn partijgenoten uit de Europese sociaal-democratische familie ervan te overtuigen dat een gezamenlijke oplossing de enige oplossing is. En ook op regeringsniveau zal er de komende dagen en weken gewerkt worden om aan de ene kant Europese steun te verwerven, aan de andere kant geld voor de regio veilig te stellen en om voor voldoende opvang te zorgen met het draagvlak wat daarbij hoort. En als wij dan als partij ons steentje bijdragen, dan doen we precies waar de Partij van de Arbeid ooit voor is opgericht. Menselijkheid tonen, solidariteit tonen en problemen oplossen voor mensen. Dank jullie wel.